Jong mensen, het is deze video. Mijn naam is van FIFBO 1999. We hebben vandaag weer de nieuwe Final Career Mode. En vandaag hebben we weer drie wedstrijden. En transfers die je daarachter laat die jullie wouden. En een van die transfers waren van. Haal even kijken. Boeweetjes en Karsdorp. We dus gingen kijken naar beide spelers. Karsdorp die was uitgeleid op dat moment. Dus die konden we niet halen. Ook maar zijn contract liep wel af. Maar. We konden hem niet halen naar de club, omdat dus, uh, hij uitgeleend was. En de andere was dus Jean-Paul Bouetjes. En daar heb ik nog mijn twijfels over om hem niet te halen. Want hij is hier in de game middenvelder. We kunnen hem natuurlijk ombouwen naar rechts voor Of was hij volgens mij vroeger linksvoor bij Feyenoord. Maar ik vind op zich dat we nu toch aardig wel een goede middenveld hebben staan. Uh, maar ja, je weet nooit dat we nog steeds vertrekken natuurlijk. Dus uh, dat was trouwens van uh, Tijmen Bouma van Hal Bouetjes terug. En dat NL was de reactie van Hal Karsdorp. En ja... Dat is dus hetgene uh, wat ik op mijn lijst heb gezet erbij. Maar ik ga allebei, die twee, nog niet uh, bijhalen. Dus ik hou het gewoon nog even wat hier staat. En er was ook nog een andere reactie. Die gaan we zo meteen, ga ik zo meteen even doornemen. Hier zien we het samen spelen die erop staan. Uh, en Kerk dat was ook een van degenen. Dat was van Gaming uh, ook voor GamingL. Hal Kerk, die kan op positie van Berghuis. En hij kan ook in spits. Ik gebruik hem zelf ook. Hij is echt goed. Daar ben ik het om eens. Want ik, ik heb ook vaak met hem gespeeld, ook in FIFA 20. En ik merkte wel dat hij goed was. Dus Mop, Berghuis vertrekken natuurlijk. We weten natuurlijk dat Berghuis geblesseerd is, maar hij is alweer terug. De volgende, in deze aflevering gaat hij alweer in de basis starten. De volgende wedstrijd. De tweede wedstrijd in deze aflevering. En voor de rest misschien kerk voor volgend seizoen. Zeker een goede optie als Berghuis vertrekt daadwerkelijk bij Feyenoord. En wij gaan ook de selectie doornemen, want jullie ze ook halen of zet pellen in de spits in plaats van Bozeniek. Omdat, even kijken, dat zei saai wanneer je geen naam weet. Pellen in de spits, zodat Bozeniek een hogere rating heeft. Dat is wel een goeie. Michael Bozenik wel voor de voor wedstrijden houden, want hij is gewoon in Europa League goed bezig. Robert Bozeniek. De competitie eigenlijk alle, alle competities hier goed bezig. Maar goed, we gaan nu dus starten met uh, Pelle in de basis weer terug bij Feyenoord weer terug in Rotterdam Zuid. Graziano Pelle terug in de shirt van Feyenoord. Rugnummer 13, die gaat aanpassen naar rugnummer 35 of zo zoiets, uh, een beetje iets hoger. 13 is natuurlijk een getal, dus dat doen we niet. Spelers Gerda de spelers van Heracles en de spelers van Feyenoord. Hier zien we hem staan, Graziano Pelle en ook Doku, zijn debuut voor Feyenoord. Ken natuurlijk, ja, Jan Boskamp ook natuurlijk goed. Oud-Anderlecht-speler. En uh, we weten natuurlijk dat Jan Boskamp goed kan opschieten met de spelers van Anderlecht, de Belgische spelers sowieso. Opstelling aan Heracles, Blasfiets, bakboord Prupper, Les, Harderveld, Asja, uh, Van der Water, die andere naam, kijk, aan Wagen, amissa Vloed en Bakis, dat zijn de elf spelers van Herakles. En dan gaan we ook kijken naar onze elf spelers. Met natuurlijk, die kan ik al van zeggen, Justin Bailo. In het doel, in de verdediging, hebben we Malatia, Bastoni en Haps op middenveld, Texera, Torsa, Sanders. En in de aanval, twee debutanten, Doku, Pelle en Sinister, Waar dus Doku en, of Doku en Pelle. De debutanten zijn bij Feyenoord en kijken hoe ze het gaan kunnen doen. Weer, de pellen weer terug bij Feyenoord en Doku voor het eerst bij Feyenoord. Goed hier gespeeld. Herakles met het balbezit. Herakles op jacht naar de voorsprong. Feyenoord zet goed de druk. Dat willen ze doen in ieder geval. Bakkies. De druk wordt gezet door, uh, door Haps. Nog steeds uh, Herakles met de aanval. Onderschept door Spice. Goeie aanval. Nee, Spice gaat de bal niet verder bij Sinicera. Dus de bal weer voor Herakles. Vloed. Goed gestaan door uh, Koen Sanders. Texera. goede paas. Pellet. Terug naar Texera. Joat Texera gaat er langs. Texera. Kans voor uh, Feyenoord voor de 1-0. Texera. En de bal naast. Joao Teixeira, die goed bezig is in de competitie. hele kaart voor Sinisterra door een eerder overtreding op het veld. Maar dat is wel steeds 0-0. Teixeira die goed bezig is in de competitie natuurlijk. Qua scoren sowieso. Uh, ik zei al, mocht Bergers vertrek wordt hij ook de aanvoerder van het team. Uh, en natuurlijk mocht Bergers volgend seizoen vertrekken. Sowieso deze winterperiode hoop ik niet. Morgen gaan jullie ook nog de transferperiode zien. Dus jullie kunnen nog transfers achterlaten om spelers echt te halen nog op die dag. Als jullie dat willen, laat het echt weten. Als jullie echt willen dat ik Kerk haal, dan haal ik Kerk. Of andere spelers die ze zag staan. Zoals Justen. Andere oud dus Maar wel, wel die die ik uh, kan gebruiken. Misschien dus gaan er wel spelers weg. Tot nu toe nog niet echt aanbiedingen gehad. Ja, Nieuwkoop, maar daar ging het eigenlijk niet meer mee akkoord. Dat gaan jullie ook zien in deze aflevering. Torstra, die komt hier trouwens uit. Toorsta, Pellen. Pellen en het is 1-0 voor Feyenoord. En hij is terug en hij scoort gelijk. Graziano Pellen. En 1-0 voor Feyenoord. De oudspits van Feyenoord, die het goed deed onder leiding van Ronald Koeman. Begint nu zijn eerste wedstrijd met Wesley Fokker als coach. Goed, want het is 1-0 voor Feyenoord. Graziano Pelle. Weer terug bij Feyenoord. En 1-0 voor hem. Niet in de kuip, want het is een uitwedstrijd. Maar wel een doelpunt. 1-0. Mooi gedaan, Graziano Pelle. Goeie paas ook was het. Van Jens Storenstra. En goed afgemaakt natuurlijk door de spits. Graziano Pelle. Maar goed, ik zei al aan mijn vanaf afmaken. te maken, Laat gewoon trans achter die, echt, die ik echt kan gaan gebruiken spelers. En misschien moet ik ook al spelers gewoon verkopen als ik de aanbieding voor krijg. Vloed, we gaan gewoon weer door met de wedstrijd. Eerst zit er zitten bijna op ondertussen nog steeds 1-0 voorsprong voor Feyenoord. Doepen te maken Graziano Pelle. Was daar ook de vooraflevering van de FC Groningen gisteren? van uh, je niveau hoog? Hij staat op legendarisch. Eentje laag en ultiem. Uh, ik heb hem nu, heb ik hem nu met wel deze aflevering een ultiem gezet. Want ik merkte al dat het een stuk lastig is. Grote uitslagen worden het niet meer. Dat is natuurlijk wel natuurlijk, dat is beter. Kijk, met de vorige aflevering hiervoor gisteren, met FC Roningen hadden we natuurlijk al twee wedstrijden die hoog eindigden. En daarna verloren de wedstrijd tegen AZ. En zometeen, vanmiddag, hebben we ook de En Daar merken we ook heel erg dat het een stuk moeilijker is. Natuurlijk wel realistischer. dat hebben jullie gelijk in. En uh, dat gaan jullie ook wel merken in deze aflevering. had Sjano Pelle. Dus 50 loopt. En hier komt de paas bij Pelle. Pelle dan met een as schot, de bal op de paal van uh, Pelle. Hij krijgt zijn tweede er niet in. Tweede elftal ondertussen alweer, maar pellen niet met de 2-0. En de doeltrap voor uh, Heracles, doeltrap genomen. Ja, Van der Water, onderschept per Bozienic, die erin is gekomen. Boznik nu achter de spits pellen. Twee uh, in één uh, in in wedstrijd, dat is wel mooi, kijken hoe dat gaat worden. Twee spitsen spelen het nu in dit elftal. Bastoning krijgt de bal niet verder. Uh, Spijs goed verdedigd, Bal hier bij uh, Malatia. Een doku. Nog niet gezien deze wedstrijd. Geeft wel een goede paas Malatia. Komt er de kans op bij Feyenoord? Voor de 2-0 nu wel, maar dan misschien. En Pelle. En dan is het ook 2-0. En dan is het weer Graziano Pelle. Met het doelpunt. Zijn tweede terug bij Feyenoord. En hij laat zich gelijk zien met twee doelpunten. In het shut bij Feyenoord. Hij is weer terug. Nou, en of ongelooflijk mooi. De 35-jarige spits. 36-jarige spits. Is weer terug bij Feyenoord. En hij scoort de 2-0. Zijn tweede van de middag. Ondertussen, uh, minuut 62. Herakles ook nog niet helemaal klaar. Gevaarlijke aanvallen, gevaarlijke paasjes. Bastonje goed verdedigd, niet echt lekker. De oude voet van een tegenspeler. Bal weer voor Herakles. En deze bal wordt weggehaald, denk ik, door uh, Spijs. Jazeker, maar Spaïts maakte hands. En is het een strafschop voor Herakles? Handsbal Spaïts, zodat hij bal uh, op zijn borst wil aannemen. Werd nog geraakt naar zijn hand. Ja, dan is het een strafschop. Strafschop voor, uh, voor Herakles overtreding, ja, hensbal, ja, van uh, Spajic. En dus de strafschop voor Heracles. Wordt het van de water of Justin Bailo? En het wordt van de water. Je ziet Bailo over een keer duiken. Het is uh, 1-2. We staan nog voor. Maar het is wel weer op een heel dun draadje, zoals ik al vaak heb gezegd. en Het is van de water met dat doelpunt 1-2. 10 minuten op de klok. Feyenoord wil op jacht gaan naar de 3-1. En dan echt om de wedstrijd op slot. Of helemaal dicht. Ja, oh ja, gewoon dicht te gooien voor Herakles. Goeie paas richting Pelle die het probeert voor zijn hat-trick. Maar hij krijgt de bal er niet in. Zo is het nog steeds de 2-1 voorsprong. Met nog 10 minuten op de klok voor Feyenoord. De bal voorgeven op Torsten door je hoekschop. Komt niet bij een medespeler aan. En de bal opnieuw voor de ingooi nu voor Feyenoord. Torsten met de ingooi. Gaat richting Bozinik. Bozernik, Pelle, Graziano Pelle. Wordt van de bal gezet. Doku, goede paas. En er is de bal onderschept. schept. De bal gaat richting uh, Simons. In vervanging van Sanders. Xavier Simons, ook nog niet gezien. bij Feyenoord, het. Hopen dat we hem uh, volgend seizoen meer kans gaan krijgen. Mochten er andere spelers vertrekken. Want dan ga ik toch die spelers naar voren schuiven. En geen andere aankoop halen. Is Natuurlijk al veel middenvelders. En ik wil Xavier Simons ook veel meer gebruiken. De randtraining van Berghuis ook aanstaan. Hij is ingekomen gekomen voor Doku. En dan gaat kijken of we nog Berghuis nog wat kunnen laten doen deze wedstrijd. De volgende wedstrijd, zometeen, is hij weer gewoon de basis. En ook gelijk weer aanvoerder, Steven Berghuis. En, en onze tweede aanvoerder blijft natuurlijk gewoon Joa Teixeira. Want dat is een uh, hele goede speler. Hè? Ik vond hem gelijk al goed toen we, hem, uh, toen we begonnen aan de final career mode. En dat laat maar weer zien dat hij gewoon heel goed bezig is. Toonstra. Berghuis. Laatste uur van de wedstrijd lopen. Pellek krijgt de bal niet verder. Toch wel een man van de wedstrijd hoor. Zijn debuut, weer terug bij Feyenoord en hij scoort gelijk de twee belangrijkste doelpunten. Want Feyenoord gaat hier winnen denk ik wel met de 2-1 overwinning. En de twee doelpunten zijn van Graziano Pelle. Hij is weer terug in Rotterdam-Zuid. Dit keer is het al een uitwedstrijd. Hopen voor hem dat hij thuis ook goed, ook goed kan spelen. Weer terug in de Kuip. Natuurlijk veel succes We Begonnen we tegen Ajax toen. Waar hij de gelijkmaker maakte in de laatste minuten. De overwinning tegen PSV. Hij heeft veel mooie momenten beleefd in de Kuip. Graciano Pelle, Simons met een goede paas nog. richting, uh, richting Steven Berghuis. Kan hij de bal voorgeven nog Nou, Dan kan het zomaar 3 worden nog maar die bal gaat naast van Pelle. Zo was het nog een keer de kans voor zijn headtrekken. Maar dan is de eerste wedstrijd ook voorbij. En winnen we dus met 2-1 van Heracles. Door de twee doelpunten van Graciano Pelle. stijgt de buurt dus van onze spits. Hij is weer terug. En misschien ook wel terecht in de basis. Op de plaats van Bozeniek. Ik ben zeer positief over hem. Tot nu toe in deze aflevering. En ik hoop dat ik, het kan, dat, dat ik positief kan blijven. En dat die de wedstrijden hierna. Tegen Willem II onder andere. En die andere was ik even vergeten. nu die, Welke wedstrijd komt er nu ook alweer. Voor ik ook een lastige wedstrijd. Maar, maar sowieso tegen Willem 2 moeten we ook nog deze aflevering. Of ben ik nou de waar met de square mode. Want daar heb ik ook altijd, die heb ik ook al opgenomen namelijk. Die zien jullie dus ook vanmiddag. Ja nu tegen Willem II. Zie je dat klopt het wel. En nou, dat doen we gewoon altijd. Gewoon snel simuleren. Jullie zagen al, Koen Sanders is al naar 73 algemeen. Die is echt lekker bezig. Schotland gaan we niet accepteren natuurlijk. Maar ja, Sanders is al heel erg goed bezig. 73 algemeen. En ik ga hem sowieso houden bij Feyenoord. Ik wil kijken hoe hoog die kan worden. En ik, ik hoop dat het lukt. En ik wil natuurlijk meer jeugdspelers door laten breken bij Feyenoord. En ik ga dat misschien ook proberen met in de verdediging de spelers. We hebben Hoeksta nog. En nog een paar verdedigers. Deze konden we uitlenen. Alleen lenen, maar dat ging niet meer akkoord. Dus die gaat gewoon blijven. Zulke spelers, dit zijn wel zulke spelers die we misschien niet zo vaak gebruiken. Hij is maar vaartig algemeen. Ja, dan moeten we veel trainen natuurlijk. Maar goed, we gaan kijken wat we kunnen doen. In de Kuip in Rotterdam. Hij is weer terug. Pellen, natuurlijk ook al gespeeld tegen Raakles. Maar nu ook weer terug in het stadion waar hij toch zoveel successen, zoveel successen heeft beleefd. Eens wat nog mis natuurlijk prijzen gepakt. Hij heeft geen prijzen gepakt bij Feyenoord Pellen. En hij hoopt dat dit seizoen er wel te doen. Want ja, de landstitel longt, de beker longt. Firework is goed bezig in de Eredivisie, Europa League ook nog steeds. Niet dat dat te makkelijk gaat. De volgende mij tegen Dynamo uh, Kiev volgens mij. Dat is goed. Als ik het goed heb uh, herinner. Zijn zoveel, die ploegen lijken zoveel op elkaar. Maar het is wel een lastige ploeg natuurlijk dat soort clubs. Je hebt gezien. Tegen Dinago, Dynamo Zagreb donderdag in het echt. Ging ook lastig. De rode kaart nog van Leroy Fer. Jammer genoeg. Dit is onze opstelling. Bailo, Gertruida, Fer van Beek. Haps, Texerra, daar Sanders. Berghuis weer terug als aanvoerder. En Pelle en Sidi In de verdediging dus een uh, aantal wijzigingen. Met Fer van Beek en Gertruida. rest is het dezelfde elf zoals we het kennen. Met Pedder dus in de basis en Berghuis weer terug. En dan gaan we kijken naar Willem 2: met Brondel, Owusu, Orion, Holmen, Melom, Uitvaanoorde, Sadiq, Loïns, Tresser, Nundi, Wright en Kohler. Dat zijn de Elfspelers van Willem 2. We gaan, gaan kijken wat het gaat worden in de kuip in Rotterdam. Waar Willem 2 het balbezit heeft, en probeert de bal bij zich te houden. 35 minuten pas. Lijkt niks gebeurd. Dus een, dus een beetje in de 35e minuut. Wanneer het begint, een beetje begint los te komen hier in de cup. Ryan. Oezo onderschept door Thorsta. Sordige gedaan Perder dan. Perder dan voor zijn kans. De bal bij Joat uh, Teixeira. En de reining van de doelman. Brondil. En de bal weggewerkt. Ingooi voor Feyenoord. Want tussen de eerste helft wel weer voorbij is dus. De hele eerste helft bijna niks meegemaakt. In de laatste minuten begint Feyenoord een beetje wakker te worden. Feyenoord zit hier ook te druk. Maar nog steeds balbezit voor, uh, voor Willem 2. Sadik. Tressor. Druk wordt gezet door Leroy Ferdi, hier. Nog steeds Willem 2 met het bal balbezit. Sadiki. Ryan Zo over de zijlijn ingooi voor Feyenoord. Genomen door Sinisterra. Louis Sinisterra. Texera. Ik heb de bal net niet bij Toorn staat uiteindelijk toch wel bij Berghuis. Maar Berghuis krijgt de bal nu weer bij een medespeler. Zo is het weer Willem 2 is. dat bijna voorbij. Feyenoord nog steeds op een 0-0 tegen Willem 2. Het is een uh, lastige wedstrijd, deze wedstrijd tegen Willem 2. De thuiswedstrijd. Zadiki, nu de Feyenoord onder onderschept. Zie je niet zedden, goeie avond, maar dan is het ook klaar de eerste helft. We gaan de de avond zoeken, maar de scheidsrechter hebben besloten hem af te fluiten. Dus we gaan even kijken wat we in de tweede helft kunnen gaan doen. Bij de 0-0 stand is dus nog steeds. En ik ga wel even denken, nee, ik ga nog geen wissel doen. Ik laat het gewoon gebeuren. Kijk wat nog gaat gebeuren. En als het nodig is, dan doen we de wissels. Zadiki, Dressel, Feyenoord laat het even gebeuren. We willen een tweede bal rondtikken achterin, Ryan. En als het dan uh, gebeurt, dan snel de counter, snel de aanval zoeken. Tessor. Goed, Sanders. De bal niet bij een speler van Feyenoord uitgekomen, gekomen. Dus de bal weer voor weer een twee. Zo'n voet voor Sinisterra. Nu misschien. Sinisterra, Texera. Joao Texera. pellen. en één keer door richting uh, Luis Sinisterra. Sinisterra voorgeven richting Sanders daar. Hij gaat naar Pellen. Pellen en de redding van Brondel. Ze is de kans in de kuip. Maar hij krijgt er nu niet in. De redding en de hoekschop voor Feyenoord. Torstra. Joa Texera, Joa Texera weggekopt door een verdediging van Willem 2. Tresor vangt de bal hier op. Nu 53 nog steeds die 0-0 stand tussen Feyenoord en Willem 2. En Willem 2 met de bal bezit. Gevaarlijke balbezit namely. Torres zit druk, maar nog steeds de bal bezit voor Willem 2. Hiervoor in. White. Right. Sadiki. Namely Sadiki. Right. En uh, Feyenoord dat niet even uh, lekker kan verdedigen. Hier komt er een kans voor weer een 2. En de redding voor Bijlo. Goede redding voor dat doelman van Feyenoord. Thomas, ik krijg geel ook. Na nou, die overtreding. Dus nog 10 minuten op de klok. Nog steeds 0-0. De pal komt goed aan bij Pelle. Nou, Pelle moeten we afmaken. Nou, nu Pelle. Graziano. Pelle. Terug in de kuip. En hij scoort zijn doelpunt. Mocht er al twee maken tegen Heracles, Maar nu begint hij hier de tweede helft. Met nog 10 minuten op de klok voor Feyenoord. Met. Uh, het doelpunt begint de score te openen dus Graziano Pelle, hij is belangrijk sinds de terugkeer in de Kuip. Zijn derde doelpunt tot nu toe in de Eredivisie zijn eerste in deze wedstrijd, Graziano Pelle. Kwartier nog te gaan, Feyenoord lijkt het uh, gevoel te hebben dat ze nog wat meer kunnen halen. Sinisterra, Luis Sinisterra, voorzet, Pelle weer dan. Pelle. En de redding van Brondil op het schot van Graziano Pelle. Hoekschop voor Feyenoord, Diemers gaat erin komen voor Joa Xhera. Diemers nu naar de kant, of de taxeren nu naar de kant. Diemers binnen de lijnen. Met nog 10 minuten op de klok. Hoekschop genomen, kopbal. Wordt niet ingeraakt. geraakt. Terug bij uh, Berghuis. Die krijgt niet al lekker bij je medespeler. Hier Sanders dan. En de kluts nog uh, bijna erin. En dan de redding nog van Brondel. Hoekschop nu naar de andere kant van het veld. Voor Feyenoord. wordt genomen door een uh, linkspoot. Berghuis is achter die bal. Indraaien de corner. Richting Pellendaken. Dat zijn de pellen. Dat bijna met omal. Maar de bal is nog steeds voor Feyenoord, dat wel. Die roept ver. Hier de bal bij Diemers. Nou, Diemers, doe jij het dan. Mocht je invallen, maar dan is de bal kwijt. En het is nog steeds 1-0 Feyenoord door het doelpunt van de spits. Graziano Pelle. Gaat Boos niet al zo snel laten doen vergeten door de supporters. Hij is terug Pelle en natuurlijk een lievelingetje van de club. Ging een beetje, natuurlijk. Ja, jammer genoeg ging hij weg toen. En Klaas ging daarna achteraan. Ook een speler die misschien terugkomt volgend seizoen. Jordi Klaasie. We hebben ondertussen de aanval van B. Kokcu, hier zien we de bij Sanders, kan de bal niet verder krijgen bij Sinister. bal is weer voor uh, Willem 2. Maar de wedstrijd bijna eindigt en het lijkt dus dat we op de 1-0 overwinning uh, blijven steken. Ook natuurlijk weer een heel krap en magere overwinning, maar die wedstrijd moet je ook gewonnen hebben. Dan, dan roep het niet te hard, want Willem 2 gaat het aanval zoeken. Hier komt de kans van Willem II nog, want het verdedigend gaat niet lekker. Nu onder Scheppen, Geertruida, goed. Oeh, zorg gedaan zeg, Joa, uh, niet, niet Joachim Geertruida, nee natuurlijk niet ik ben weet alleen de voornaam niet van Gitruider. dus ik noem gewoon Geetruyder. een goede paas nog op uh, pellen. Nou dan moet pellen afmaken voor de 2-0. Dat moet gewoon pellen. Pellen, zoek naar ruimte, schieten en dan is de bal weg en dan is de bal bij Berghuis nog. Diemers dan. Diemers. In de kluts is nog een corner of niet? 55 minuten ondertussen. Was er nou, heb, wat nou heb ik nou? Ik heb geen idee. Volgens mij heb ik het te veel te, weer terug. Maakt niet uit. In ieder geval is het dus uh, 1-0. En gaat uh, Willem 2 nog op jacht naar het doelpunt. Vonden je dit ook allemaal gezien, hè? Voor mij heb ik gewoon twee keer achter elkaar geknipt. Maakt niet uit. Ga gewoon deze ook gewoon nog een keer laten zien. Getuigen gaat, gaat gewoon nog een keer de fouten hier. Maakt niet uit. Kan allemaal gebeuren. Dat knip ik. zei het al. Kan vaker eh, voorkomen. Ziet u twee keer. Maakt niet uit. Van Beek. Hier de bal bij de koketje. Nou, als je het nog een keer dan. Deze bal gaat er dus niet in. Dat weten jullie al. Je hebt het al gezien. Graziano Pelle. En dan is hier de bal. Krijgen we nog een corner dan, jongens? Volgens mij krijgen we geen corner meer. Dan hebben we gewoon twee keer dat stukje gezien. Dan krijgen we wel nog een corner. Nou, lopen dat we nog uit, wat uit kan gaan gebeuren Dat deze corner voor Feyenoord. Kunnen we dan nog naar 2-0 gaan? Of blijft gewoon bij de 1-0 overwinning? Door het doelpunt van Graziano Pelle weer terug in de kuip. En dan scoort dus weer voor Feyenoord terug in Rotterdam Zuid. Hoekschop nog. En de bal weg. En dan is het ook helemaal klaar. Daar winnen we dus. Oh, er is dus een overtreding van Berghuis hier nog. Er is nog een gele kaart voor Steven Berghuis. Ja, dat is jammer. Terugkeren in de basis en uh, ook gelijk zijn de te pakken. In ieder geval de West is de wedstrijd voorbij, zitten we dik over de extra tijd heen, ondertussen al vijf minuten van de twee. Dat is wel even uh, een andere koek. In ieder geval de West is de wedstrijd voorbij, Dus hebben we dus met uh, één gewonnen van Willem twee. mager, maar toch, toch een overwinning. En dan gaan we door naar de laatste wedstrijd van deze aflevering, Dat ook een hele lastige wedstrijd gaat worden, tegen AZ Alkmaar. De vorige wedstrijd tegen AZ hebben we gelijk gespeeld, dus deze willen we winnen. En Pelle gewoon weer in de basis. Het is wel een uiterste tijd. Sanders gaan we zeker niet uitlenen. No way, die blijft gewoon bij de club. Die gaan we zeker niet uitlenen. Nee, 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 nee. nee. Die houden we bij de club sowieso. Of we moeten echt zometeen, als hij echt goed is, een monsterbedrag komen van de topclub. Dan gun ik hem de transfer. Maar vooralsnog blijft hij gewoon. En we gaan kijken. We spelen weer in de sneeuw. We weten uit, uh, uit ervaring dat het in de sneeuw spelen heel lastig is. We hebben het gezien de vorige aflevering met FC Groningen. Toen verloren we ook. Was ook tegen aanzet volgens mij. En nu moeten we met Feyenoord tussen tegen AZ, Berghuis is de topscoördinerende divisie. Hopen dat hij zich laat zien. Texera volgt ook nog een Boznik. Boznik niet in de basis. Texera de dan weer wel. We gaan kijken naar onze opstelling. Dezelfde basisopstelling volgens mij zoals we het kennen: gewoon met uh, Malatia en zo. En met uh, Bastoni in de basis. Hier zien we de handen schudden natuurlijk van de spelers. En we gaan kijken naar de opstelling van AZ en Feyenoord. Of Er zijn nog bijzondere namen tussen zitten. Het zou kooppijners dus zijn. We hebben Vlaar natuurlijk. Ik weet niet of die erin staan. Dat gaan we allemaal zo zien. Sterker nog, dat gaan we nu zien. De spelers gaan hier rond de cirkel staan en gaan het een beetje bespreken hier. Ook. De spelers van AZ. En uh, hier zien we een opstelling van. Uh, wat hem opviel? We zien de opstelling niet. Dat wil ik zeggen. Want we zien wel de stand. Maar de opstelling kwam dus niet voorbij. Maar goed, onze basisopstelling sowieso: Bergers de aanvoerder. Spreekt hij zijn team toe. Dan gaan we maar gewoon beginnen aan de wedstrijd uh, AZ Feyenoord. tegen de oude club natuurlijk. Twee spelers tegen de oude club. Want Pelle heeft ook natuurlijk in de ver verleden voor AZ gespeeld. En Berghuis ook. Dus twee oud AZ spelers tegenover Feyenoord. En ook twee oud Feyenoord spelers. Met natuurlijk Vlaar en Klaasie. Bij, bij, bij AZ die ook voor Feyenoord gespeeld hebben. Goeie paas van uh, op Pelle. Nou Pelle dan gelijk een uh, doelpunt. Jazeker. Kwartier gespeeld. 1-0 over Feyenoord. En het is weer Graziano Pelle met zijn doelpunt. Tot nu toe, alle drie de wedstrijden gescoord. In, tot, in, in totaal nu vier doelpunten in de eredivisie. In de 1-0 in deze wedstrijd. Goede pas van Teixeira, Goed afgemaakt door Gracia Nopella. Hij is terug in de Kuip. Of in de Kuip in Rotterdam. En dat wil hij weten ook. Hij laat zich gelijk zien met uh, een doelpunt weer. Halver gespeeld. Fijn dat hij de bal bij Klaasje In de voeten gewerkt. Dan is het niet altijd uh, roze schijn Druif. AZ komt er ook uit nu. Met Micho. Gevaarlijk nu. Dan komt het heel slecht verdedigd op Feyenoord. Dan komt er een kans voor AZ. Micho Is eigenlijk nog goed gedaan? Nee. Maar de bal naast geschoten door Micho. Doeltrap. Justin Bijlo Gaat richting Spahic. Spahic naar Bastoni. Onderschept door Klaasje. Koopmeiners. AZ weer op de bal zit. Zo is AZ nu dreigend. Zo'n slop nu van de eerste helft. Klaasje. Koopmeiners. Terug naar FVN. Habs onderschept. Goed hap's en nu stellen Nu de graag van Feyenoord. Joao Teixeira. goede paas richting uh, Habs. Haps met de voorzet nu. Dan lopen daar uh, Feyenoord-spelers in het strafschopgebied uh, mee. Maar dan is de bal weer onderschept door AZ. Lilwin. En de bal hier bij Klaasie. Micho. Druif. Micho. AZ weer dreigend. Overtreding. Mag door. Want uh, AZ behoudt de bal. Micho. Micho. De bal bij uh, FJN. Micho Feyenoord kan niet echt lekker verdedigen. We kunnen niet echt uh, druk zetten op de uh, aanvallers van AZ. Of toch nog, Spijs doet het goed hier. Op het moment dat ik, ik zeg dat Spijs het fantastisch En ook een goede paas op Texera. Nou, Texera dan. En Texera is de 2-0. Jazeker, 2-0 voor Feyenoord. En Joa Texera die het maakt. Goede paas van uh, Spijs. Die goed druk zetten daar op de uh, aanvallers van uh, AZ. En zo is een dus opslag van rust. 2-0 voor Feyenoord. Joa Texera is een 12 in de Eredivisie. Komt nu op gelijke hoogte met uh, Steven Berghuis. Joao Texera. Twaalf doelpunten nu dus. Tussen de tweede helft. Vijfde minuut. Azet gaat op jacht naar een doelpunt in deze tweede helft. Micho, goede paas op FJN. Dan komt er een kans. Verdedigend niet lekker bij Feyenoord. Pas toch niet. Elke keer als ik het zeg doet Feyenoord fantastisch. Los het goed op. Hier de bal bij Torstra. Berghuis. Berghuis. goede paas zegt Joao Texera. Loopt Sinisterra vrij daarvoor in. Dan kan het zomaar 3-0 worden. Luis Sinisterra. En dan is het ook 3-0 voor Feyenoord. Het is klaar over en uit. Tweede helft lijkt het dus klaar te zijn voor AZ. Twee lastige wedstrijden gaat hij voor. En dan lijkt het de lastigste wedstrijd goed te gaan gebeuren voor Feyenoord. Want het is de 3-0 voorsprong in de tweede helft. keeper doet het totaal verkeerd. Hij dacht hij gaat in die hoek. Maar ja, we gaan naar de andere hoek. En het is dus 3-0 voor Feyenoord. Ondertussen minuut 66. AZ is aangeslagen. Zichtbaar aangeslagen met de 3-0 achterstand. Maar ze We gaan wel op jacht naar het doelpunt. Wat ze de hele west eigenlijk al doen. Hè? AZ hier de bal bij je uh, drive. door Bastoni. Gaat goed dus. tornstra Berghuis. Goede paas weer van Berghuis. richting uh, Manatia. Zo de voeten van de tegenspeler. Nog steeds fijner met de bal. Het een prachtige paas, zeg hier. Richting uh, Texera. Lange paas. En Texera krijgt de bal niet in. Wou een lopje doen. Deed het mooi. En lukte dus niet. Kwartier gespeeld. De kwartier nog te gaan. En het is nog steeds uh, 3-0. Texera weer. En dan is de renning van de doelman. En dan lewin die de bal wegwerkt. Koopmeiners, Nu is AZ eruit. Want de verdediging is hier even weg bij Feyenoord. Doet het dan heel slecht naar AZ. Melaatsen zit er tussen. En is de bal weer voor Feyenoord. als Toonstra. Klaasje onderschept hier de bal van uh, Texera volgens mij. Druif. Evian. Kans voor AZ. Druif. Dat uh, wordt gevaarlijk hier voor Feyenoord. Verdediging. Oeh. Verdediging weet even niet waar ze moeten zoeken. Kans voor AZ. En het doelpunt voor AZ. 1-3. Kijk, we staan nog voor met 10 minuten op de klok. Maar het is wel weer heel krap. Want ja, krap. het is nog twee doelpunten verschil. Natuurlijk beter dan één doelpunt verschil. Maar Feyenoord moet wel uitkijken. Dat we niet achterover gaan leunen. Want daar zet hij weer bal. bal. Die gaat op jacht naar de 2-3 natuurlijk. Zo snel mogelijk. Want de wedstrijd begint te dringen, de tijd. Nog twee minuten officiële speeltijd. Het lijkt dat het gespeeld is. Dat we hier gaan winnen met 3-1 van AZ. Maar AZ gaat nu op jacht naar de 2-3. Dat kan zomaar gebeuren. Druif. Goed onderschept door uh, Koen Sanders. Verdedigt prachtig mee. Dan is het klaar. Goed verdedigend werk zegt Sanders. En dan kan het zomaar nog een avond komen voor Feyenoord. Steven Berghuis. Dat zou een, uh, een mooie cadeau zijn. Door de goed verdedigende werk van Sanders. Maar de renning hier. En dan Texera die de bal niet in krijgt. Dan is de wedstrijd voorbij. Spannend tot het einde. En we winnen dus met 3-1 van AZ. Goed verdedigend werk door eh, Koen Sanders daar achterin goed opgelost en zo is de wedstrijd dus voorbij. Dan gaan we de volgende aflevering de transeperiode periode in. Jullie kunnen dan ook de twaalfzak laten wie er echt moet komen en wie er weg kunnen gaan als we de aanbiedingen voor krijgen. Bedankt voor het kijken naar deze video en dan zeg ik zoals de tijd is als nu, Later.